In een opmerkelijke beslissing keert Eva Jinek na 4 jaar bij RTL4 terug naar de publieke omroep NPO. Hiermee gaat ze van een vorstelijk salaris van 1,2 miljoen euro per jaar naar het salarisplafond van ongeveer 220.000 euro bij Avrotros. De enorme salarisval roept verbazing op, maar er zijn speculaties dat er mogelijk een slimme constructie achter schuilt. Deskundigen suggereren dat Jinek haar eigen programma zou kunnen gaan produceren via een BV, vergelijkbaar met andere NPO-sterren. Dit zou haar in staat stellen om naast het vaste salaris ook inkomsten te genereren uit de productie. Hoewel haar management ontkent dat Jinek van plan is om zelf te produceren en gewoon in loondienst bij Avrotros zal werken, werpen de oprichting van haar BV en de statuten vragen op. Mogelijk is deze BV bedoeld voor advieswerkzaamheden, maar critici speculeren over andere mogelijkheden, zoals dagvoorzitterschappen en snabbels. Het idee om een eigen productiemaatschappij te hebben, waarbij de werkelijke activiteiten door andere medewerkers op papier worden uitgevoerd, kan aanzienlijke financiële voordelen bieden. Hierdoor zou Jinek wellicht toch in staat zijn om op een andere manier te profiteren van haar succes in de media. De mogelijke constructie kan echter ook tot een mediastorm leiden, als het publiek en de media vragen beginnen te stellen over transparantie en belangenverstrengeling bij de NPO. Deskundigen pleiten voor meer transparantie in zakelijke relaties bij de omroep, zonder dat dit de openbaarheid van budgetten en andere gegevens aantast.